De Belle Époque-periode was eigenlijk een periode die heel belangrijk was voor de burgerij, voor de mensen van adel. Het was een tijd van flaneren, paraderen. Er waren geen zorgen. Ze wilden gezien worden. Oh, dat is het schoonste van alle. De Belle Époque. Mooie hoeden. Ik heb zelf thuis een hoed of 50, 60. En onze kleerkast ook, die hangt vol met oude kledij. De pracht, de afwerking. Dat is afgewerkt. Dat is klasse. Je moet dan een keer mee buiten komen. De manier waarop ik me kleed is toch al 20 jaar aan de gang. Mijn kledij haal ik vooral op antieke en brokante markten. Ik koop dus nooit niks nieuw en ik laat ook niks maken. Het is de kunst natuurlijk om er vroeg bij te zijn. Als je 's middags naar de markt komt, dan vind je niks meer. Het is een bijkomend probleem dat de mensen vroeger kleine maten hadden. De mensen waren kleiner van gestalte en hadden dus inderdaad kleinere hoeden en ook kleinere kledij. Als je nu 1,80 meter of 1,90 meter bent, dan was je vroeger een reus bij manier van spreken. Dus het is echt heel moeilijk om de gepaste kledij te vinden. Ik kende Martijn al sinds geruime tijd. We zagen elkaar regelmatig op verschillende rommelmarkten. Moet toch weer eens een koeketine. Ja, ook weer een koeketine. Weer melden. We hebben eigenlijk een soort deal gemaakt. Martijn was bij de snorrenclub en ik was bij de hulde van de hoedhaas. Martijn zei tegen mij, als jij bij de snorren komt, dan kom ik bij de hoeden. En zo geschiedde. Ik ben dus Peter van Martijn bij de hoeden. En Martijn is Peter van mij bij de snorren. Hier een slaapzaak. Oké. Ik heb toch een 100-tal hoeden op zijn minst hoor. Een verzameling is natuurlijk niet evident. Dat duurt wel een aantal jaar niet dat je wat samen krijgt. En ik koop alleen de hoeden die ik zelf kan dragen. De chapeau klak gebruikt door de mensen die naar de opera gingen. Die vestiaires waren nog niet van dergelijke afmeting dat iedereen zijn kledij er kwijt kan. Ze hadden een systeem gevonden om de buisgoed te kunnen in elkaar klappen. Ieder snor is anders. Er is nooit geen tweede zelden. Je hebt de koninklijke snor, je hebt de keizerlijke snor, je hebt een musketiersnor, een daliesnor, die staat zo. Dat wordt uitgewassen, droogblazen, haarlak opspuiten, terug droogblazen, elke dag. Er komt niemand anders aan of ik. En slapen, ja, dat doen we gelijk met normale mensen. Je mag mij wel niet uit mijn bed zien komen 's morgens. Want dat staat in alle kanten en alle richtingen. Dan ben ik juist nog rust. Dat geeft een enorm gevoel. Hè. Men zit er een beetje over of een ander. Dat was eigenlijk de bedoeling van de mensen van adel. De mensen moesten uit de hoogte bekeken worden. Anderzijds was natuurlijk een voordeel hoe groter je wil, hoe sneller dat je kon gaan. Mijn hoge bie is eigenlijk gemaakt tussen 1870 en 1885. Het heeft nog altijd geen ketting en het is een doorduwer. In die periode, in 1870, de ligging van de weg. Het was sowieso toch eigenlijk meestal kassein of de banen nog niet verhard. Er moeten enorm veel ongelukken mee gebeurd zijn. Een onvoorzien obstakel, je moet er direct kunnen afspringen. Je hebt geen rem, je moet blijven doortrappen. Het duurt een aantal weken eer dat je techniek onder de knie hebt. We laten ons graag een keer zien, hè? Ja. Nou, zeker met de oude fietsen en de grote fietsen. Natuurlijk op het einde keer stoppen. Hè. Sanitaire stop, een keer iets drinken, dat hoort er wel bij. In Engeland kunnen ze geen bier tappen. Hè. Wij in België wel. Hè. En wij hebben dat moeten leren aan de Engelsen. Bier tappen en bier tappen is twee. Ieder bier heeft zijn eigen glas. Het is de zin van niet van kom, kan je hier een pintje tappen? Nee. Het juiste glas hebben. Hé, hey Martijn, ben je er onder zeven? Dan kan ik kijken hoe dat komt.
5,5 vier, maar. Ja, 5,5 vier, maar. Ik heb ook een albumje, regelmatig worden foto's van ons gemaakt uiteraard. Het is bijna niet te doen van tegenwoordig. Er verschijnt sowieso overal foto's van hen, in de krant, in tijdschriften. Dagbladen, documentatie, wat ik insta, boekjes waar we in staan. En dat is gewoon weg, niet meer te doen. Als ik zo uitgedost heb in kostuum, dan durven ze wel een keer lachen. Ja. Dan vragen ze aan mij, waarom zijde jij verkleed? En dan geef ik een direct een antwoord, ik ben niet verkleed, ik ben gekleed. We worden regelmatig op aangesproken, ja, dat is zo. De jeugd die lacht wel, het is toch geen carnaval. Het is geen carnaval. De oudere mensen niet. Ik zie wat chique dat het daar loopt. Maar de jeugd ja, die lacht ermee. Ik zit daar helemaal niet mee in. Ik voel mijn eigen daar goed in. Het is een manier van leven. Maar iedereen heeft zo zijn eigen ding, zijn eigen hobby. En voor mij is dat belle époque, denk ik.